Een opname in een ziekenhuis kan voor oudere patiënten een risicovolle gebeurtenis zijn. Een grote groep ouderen die opgenomen wordt in het ziekenhuis verlaat het ziekenhuis met blijvende beperkingen in het dagelijks functioneren. Dit wordt blijvend functieverlies als gevolg van de opname genoemd. Mensen kunnen zich bijvoorbeeld niet meer zelfstandig wassen of niet meer zelf hun eten koken. Ze zijn afhankelijk van anderen geworden. Naast het verliezen van hun onafhankelijkheid liggen oudere patiënten gemiddeld langer in het ziekenhuis dan jongere patiënten. Ze hebben meer zorg nodig als ze weer thuis zijn en ze worden vaker opgenomen in een verpleeghuis. Meneer Lebowski, ja. Ik wilde graag een opnamegesprek met u doen. Ja. Tegenwoordig doen we dat in de computer. Zo. Ik ga niet de hele tijd tikken. Nee. Maar ik stel u gewoon wat vragen en dat voer ik strakjes in. Ja, ja. Ja? Oké. Okay. Ik wilde graag weten, hoe is het met uw geheugen? Bent u wel eens vergeetachtig? Ik? Ja. Nee. Nee? Nee. Nou, de laatste tijd vergeet je wel af en toe wat, vind ik. Ja, best wel eens gemerkt. Wat dan? Ja, gewoon zoals laatst, met de sleutels van je huis. Ah, nou ja, dat overkomt iedereen wel eens. Ja, want de vervelende zaak. Ja. 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 Oké. Ik zag ook dat u wat moeilijk opkwam, hè, wat steun van uw dochter. Ja. Is dat thuis ook zo? Nou ja, het zijn periodes inderdaad. Ja. Het gaat ook wel eens wat beter, het gaat ook wel eens slechter. Ja. Bent u wel eens gevallen thuis? Of ja, niet? Ja. Oké. Okay. Ja, en hebt u zich ernstig bezeerd toen de tijd? Nou ja. Het was even schrikken, ja. Ja, dat kan me voorstellen. Ja, in de douche. Gebeurt ja. Dat wel vaker? Ja, nou het is inderdaad, je zegt de douche. De douche, ja. Ja. Okay, ja, dat de zijn wel die plekken waar je gewoon toch altijd voorzichtig moet stappen. Hè. Ja. Glij gewoon snel, glij zeg maar heel snel uit. Ik moet zo'n antislip overal aan vasthouden. Ja, dan gaan we vasthouden. Ja. Ja. Oké. Nou, die zullen we eens goed naar kijken. Ja. Het volgende is, ik wilde graag weten wat voor medicijnen u slikt. Oh, heb u die meegenomen? Dat is fijn. Dan kunnen we even de doosjes lezen. Nou ja. Ja, ik heb het allemaal een beetje bij elkaar gedaan, maar die zit al een beetje zo. Okay. Het is net de vlag, hè, rood en blauw. En weet u welke het zijn? Nou, daar heb ik geen idee van. Ik neem deze 's ochtends. Ja? En dan neem ik deze 's avonds met een beetje water. Mm-hmm. En dan, ja, die 's middags. Oké, ja, en die twee die mogen eigenlijk niet samen, hè? Wist u dat? Nee. Oké. En die neem je toch? Het ontstaan van functieverlies kent meerdere factoren. Deze factoren kunnen al aanwezig zijn bij de opname of ontstaan tijdens een opname. Ze kunnen ook verergeren tijdens een opname. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: wanneer een patiënt thuis al een keer is gevallen, geeft dit een groter risico op vallen tijdens de opname in het ziekenhuis. Wanneer bij opname blijkt dat een patiënt thuis al geheugenproblemen heeft, kan dit duiden op een beginnende dementie. In het ziekenhuis kunnen deze problemen verergeren. Wanneer een oudere patiënt die het ziekenhuis inkomt en meer dan 5 verschillende tabletten tegelijkertijd gebruikt, is er sprake van polyfarmacie. Een patiënt kan bij aankomst in het ziekenhuis al erg afgevallen zijn in de afgelopen periode. Problemen bij kwetsbare oudere patiënten staan niet los van elkaar, maar hangen met elkaar samen. De oudere patiënt die met ondervoeding wordt opgenomen, kan eerder een delier ontwikkelen, eerder decubitus en of een infectie krijgen, waardoor er een verhoogde kans op vallen is. De ziekenhuisomgeving is daarnaast een andere omgeving dan thuis. Het is voor ouderen ook niet altijd eenvoudig om in het ziekenhuis te verblijven. Om de zorg voor een oudere patiënt goed te laten verlopen, verdienen zij specifieke gerichte zorg en aandacht. Voordat gestart werd met het project Sneller en Beter Thuis, werd er een gewone verpleegkundige anamnese bij de patiënt afgenomen. De verpleegkundige besloot dan op basis van de antwoorden of er specifieke interventies ingezet moesten worden. In het project Sneller en Beter Thuis ligt de nadruk om zo spoedig mogelijk bij binnenkomst van de oudere patiënt mogelijke problemen te inventariseren en direct gerichte interventies toe te passen. Om dit snel te kunnen doen is een digitale verpleegkundige anamnese ontwikkeld. Tijdens het afnemen van de digitale anamnese worden de oudere patiënten gescreend op het risico op functieverlies tijdens opname. Dit gebeurt door het stellen van de vragen van het ISAR-instrument.
ISAR staat voor Identification of Seniors at Risk. Wanneer uit de ISAR-score blijkt dat de oudere patiënt geen risico loopt op functieverlies, verschijnt de gewone verpleegkundige anamnese. Wanneer uit de ISAR-score blijkt dat de oudere patiënt wel risico loopt op functieverlies, verschijnen er aanvullende vragen in de seniorgerichte anamnese. Bij het afsluiten van de anamnese worden de risicogebieden op functieverlies aangegeven die specifiek zijn voor deze patiënt. Vervolgens verschijnen verpleegkundige interventies in beeld die preventief ingezet kunnen worden om het risico op blijvend functieverlies te verkleinen. Wanneer de oudere patiënt ontslagen wordt, volgt een ontslagbrief naar de huisarts. In deze ontslagbrief zijn de gegevens van de anamnese verwerkt. Hierdoor zijn de risicogebieden op functieverlies van de oudere patiënt bij de huisarts bekend. De huisarts kan zo gericht de oudere patiënt volgen. De aandacht voor ouderenzorg is er niet alleen binnen de divisie hart en longen. Ook op landelijk niveau staat ouderenzorg hoog op de agenda. Zo zijn er in het veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig 10 actiepunten voor veilige zorg in het ziekenhuis vastgesteld door het ministerie van VWS en de koepelorganisaties van verpleegkundigen en artsen. Een van die punten is veilige zorg voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis. Ook de Gezondheidsraad schrijft in een rapport Ouderdom komt met gebreken dat meerdere aandoeningen bij oudere patiënten vooral voor problemen zorgen als deze samengaan met beperkingen in het dagelijks functioneren. Het advies is om vroegtijdig de risico's te signaleren en de problemen gezamenlijk aan te pakken.